In de eerste bokselse quiz zijn twee teams op de eerste plaats geëindigd. Dat leverde voor beide teams €400 op voor het goede doel. Ik ben Patricia van Amersfoort en ik ben mede-organisator van de bokselse quiz. Ik ben Saskia Malta, en de andere organisator van de bokselse quiz. We hebben ontzettend veel reacties gekregen. Er zijn 40 teams die hebben meegedaan aan de eerste editie van de bokselse quiz. Wij denken dat we per team tussen de 10 en de 20 deelnemers hebben gehad. Ja. Uit de enquête blijkt dat er 500 mensen hebben meegedaan. Daar moesten de teams een tijger naartoe sturen en daar kwamen dus echt gewoon tijgers binnen. Mensen met zulke grote knuffeltijgers, mensen verkleed als tijger, mensen met tijgerbrood, tijgernootjes. Allerlei tijgers hebben we daar gezien. We hadden ook een aantal toiletten van horecagelegenheden erin gezet. En we hebben begrepen dat niet alle horecagelegenheden erop voorbereid waren. Dat er heel veel mensen binnen zouden komen. Dus dat gaan we volgend jaar anders doen. We zullen proberen zo weinig mensen tot last te zijn. Maar we willen wel gewoon heel graag volgend jaar weer de quiz organiseren. Ja. Dat doen we op 14 november. De dag dat Sinterklaas inkomt, is er 's avonds gewoon weer een bokselse quiz. Wij waren van het MUBO, een team van 16 man. Het was gewoon heel leuk om hier met z'n allen mee bezig te zijn. En we zitten alweer te wachten tot we volgend jaar weer mee kunnen gaan doen. Met welk team heb jij meegedaan? Met de dwergen. Wat was de moeilijkste vraag? Ja, welk poeder het nou uiteindelijk was? Wat was het? Paella poeder of zo? Die, ja. Ik heb echt een geweldige avond gehad. Ik ben op de fiets dorp rond geweest om oneerbiedig piesbakkencontrole te doen om te kijken welk toilet waar thuis worden. Dus ik heb me kostelijk vermaakt, mag ik wel zeggen. Ik heb boven verwachting, absoluut. Ja, we hebben meegedaan met 28 man van Bokstel vooruit. Maar het leukste van de avond vond ik dat we weer eens een keer met z'n allen bij elkaar een gezellige avond hadden. Wat hebben Saskia en ik genoten dat jullie allemaal mee hebben gedaan met dat quizje, wat wij een soort van aan de keukentafel bedacht hebben, joh, dat doen wij wel even. Dat mensen elkaar gebeld hebben, gesjoemeld hebben, door het dorp gefietst hebben, vals hebben gespeeld. Voor de prijs van €200. Oh, is het lekker stil. Voor het team, en daar wil ik graag de teamcaptain van zien, het team tussen de dekens. Op de tweede plaats wil ik graag naar voren halen de teamcaptain van de Rode Lantaarn. Dan is geëindigd met 175 punten op de eerste plaats Angela Scholder. Of ik volgend jaar weer meedoen, zeker. De hele ploeg. Ze zijn helemaal enthousiast. En we merken gewoon dat we, ondanks dat het even duurt, dat we toch het antwoord willen weten. Ja, heel goed. En dan nog een keer. In de weken voor Kerstmis was op de markt in Boksel een nostalgische winterkermis opgebouwd. Vooral tijdens de kerstfair was de kermis in trek bij veel bezoekers. Op 12 december was op het Raadhuisplein in Liemde de kerstmarkt Liemte loopt uit. Naast de officiële ontsteking van de feestverlichting werden aan de verenigingen de waardechecks van de actie op Liemt gemunt uitgereikt. In the frosty air, what a bright time.
gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle love. Maar nu even tijd voor Op Liemt Gemunt. Tijd voor de jaarlijkse verzilvering van de Liemtse muntjes. Mensen doen boodschappen in Liemt. En bij een bepaald aankoopbedrag krijgen ze bij de winkeliers een muntje. En het muntje, dat is voor de vereniging 11 cent waard, kunnen ze besteden aan hun favoriete club. En één keer per jaar worden al die muntjes bij elkaar geteld. En dan rolt daar een bedrag uit voor iedere vereniging, wat ze uitgekeerd krijgen. Het totaalbedrag dat wordt dadelijk onthuld. En daarna is het de bedoeling dat de bestuursleden van de verenigingen de waardebonnen op gaan halen die ze verdiend hebben dit jaar. Hi. Wij komen muntjes halen vanuit de Vivantjes. De carnavals, ja, de carnavalsvereniging. Hey, hoe lang doen we al mee, Toon? Zolang als het is al. Hoe lang is het al? 4 jaar, denk ik. Vier jaar. Nou, doe al 4 jaar mee. Wat doen jullie ermee? Opdrinken. Gaat gewoon in de kas en daar doen we leuke dingen van. Toch? Ja. Wij zijn van, of ik ben, en die meneer ook, van de voetbalvereniging De Notenkraker. En we doen sinds 3 jaar mee met muntjes verzamelen. En dat is zo'n mooie opbrengst voor de vereniging. En van het Op Liemt Gemunt geld heeft u van jullie ook toch kleren gekocht? Vorig jaar waren 80 euro. En we hopen dit jaar daar een beetje boven te zitten. Ja. Ja. Mogen jullie bij je? Ja, dankjewel. Hoi. Het is zeker een succesvol concept. En het gaat niet alleen om die 11 centen. Maar het is ook het besef dat mensen daarbij mensen door moet dringen dat het belangrijk is om samen te werken met elkaar, om elkaar iets te gunnen. De mensen die muntjes krijgen in de winkel, die worden beloond door het winkelbezoek, door de aankopen. En daarmee kunnen ze hun vereniging steunen. En daarmee bewerkstelligen we een samenwerking in Liemt. Waar iedereen plezier van kan hebben. Ja, met de muntjes zijn we inderdaad wel koploper. Ah, oké. Heb je al gezien hoeveel het is? Nee, ik heb eerlijk gezegd niet gekeken. Rick, dan zullen we eens eventjes de check de volgende keer openen. Het is 1180, 1185 euro's. Dit wordt benut binnen de Liemse ondernemers, hè, dus daar kunnen wij onze uitgaves mee besteden. Wij zijn super tevreden. Ja. Grote glimlach. Grote glimlach, inderdaad. Ja, heel tevreden. Ja? Ja. Hoeveel is het? 350 euro. Nou, kijk. Best veel, hè? Voor de jeugdvakantieweek. 570 euro. Ja, goed initiatief. Zeer zeker. Ik hoop dat het nog lang doorgaat. Maar ik vind echt een heel goed initiatief van Liemt zelf, zeg maar. Dat Liemt echt Liemt blijft. En dat mensen vooral in Liemt blijven kopen. Dat Liemt ondernemer echt door blijft gaan. Dit blijft voorlopig nog bestaan, zonder meer. Ja. Ik vind het wel gezellig. Ja. Het is nou lekker knus allemaal bij elkaar en straks nog even borrel met z'n allen, dus komt helemaal goed. Voor de eerste kerstmarkt hier in de plein, wat vond je ervan? Geweldig was het hier. Ja, is het een blijvertje? Het is een blijvertje, absoluut. En ik heb van veel mensen gehoord dat ze het een verbetering vinden en niet met de voetjes in het natte gras staan en zeggen met dit weer, maar lekker op hun harde, heb ik net gehoord. Zo. Dus dat was geweldig. En ondanks het slechte weer vind ik het druk bezocht, dus we mogen dus absoluut niet klagen. Dit is, ik denk dat deze formule doorgezet moet worden. Ja, dit is veel leuker, het is veel intiemer en dichter bij de kroegen. Na 3 weken afgesloten te zijn geweest, is het kruispunt Lennisheuvel-Mijlstraat-Koevoortseweg
op 19 december weer opengesteld voor het verkeer. Daarmee is Lennensheuvel niet alleen veiliger, maar ook mooier geworden. Tussen kerstmis en nieuwjaar was er opeens een sfeervol winters landschap te bewonderen. Geniet van een compilatie van mooie foto's die door verschillende inwoners van Bokstel en Liemt aan ons zijn toegezonden. Daar is geen kunst, niet te vuil overdrijven. Daar is geen kunst, maar om nuchter te blijven. Ja, daar is de kunst. Hotel te gaan eten, dat is geen kunst. Betalen vergeten, dat is geen kunst. En een sneeuwvol te drinken, dat is geen kunst. Maar om er niet naar te stinken, ja, dat is de kunst. Tra-l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 a. Als een hondje stond blaffen, dat is geen kunst. In zijn hok liggen maffen, dat is geen kunst. De hollen achter een hertje, dat is geen kunst. Maar te kwispelen met een stertje, ja, dat is de kunst. Tra la 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 la. Een hen imiteren, dat is geen kunst. En te leren, dat is geen kunst. Gescharrelen langs het heggen, dat is geen kunst. Maar om een eitje te leggen, ja, dat is de kunst. La 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 la. Een spanvier op rekken, dat is geen kunst. Een hoefijzer recht trekken, dat is geen kunst. Met gewicht die jong leren, dat is geen kunst. Maar hoe schoon mooi het dresseren, ja, dat is de kunst. Da, la, 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 la. Van een mesje te houden, dat is geen kunst. En er dan met te trouwen, dat is geen kunst. Zwaar als scheuren te prijzen, dat is geen kunst. Maar dat kunnen bewijzen, ja, dat is de kunst. Tra la 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 la. Een liedje te zingen, dat is geen kunst. Stond dansen en springen, dat is geen kunst. Te lagen en te mouwen, dat is geen kunst. Maar van mekaar te houden, ja, dat is de kunst. Tra, la, 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 la.
Op 27 december trotseerden veel muziekliefhebbers de sneeuw en de kou om samen te genieten van de band Gas Erop. De 12-koppige band, bestaande uit een combo, blazerssectie en 3 leading vocals, zorgde voor een swingend afscheid van 2014. Op 31 december werd door inwoners van Liemt in de Vendelstraat een ludieke actie gehouden. Het doel was om automobilisten erop te wijzen dat een snelheid hoger dan 30 km per uur de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Meneer. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Nou ja, we hier een actie voor de snelheid in de straat. Er wordt hier nog wel eens een keer wat te hard gereden door deze naar heen. We mogen hier 30. Vandaar deze actie, of dat u op uw snelheid wil letten. Ik zag dat u volgens mij niet te hard reed, dus dat gaat helemaal goed. Maar er zijn er nogal wel een enkele die wel te hard rijden. Ja goed, deze actie die houden we hier met de bewoners in de straat, omdat er nogal wat bewoners zich zorgen maken om de snelheid in de straat. Er wordt vrij hard gereden. Overleg hebben we gehad met de gemeente, om te kijken of dat er verkeersremmers kunnen komen. De gemeente is daar terughoudend in en die zegt van ja, gezien de metingen ligt het eigenlijk hoofdzakelijk aan de bewoners die in de buurt wonen. Dus het zou verstandig zijn om die mensen daarop aan te spreken. Nou goed, wij denken toch dat het iets anders ligt, maar we hebben gezegd laten we dan toch een ludieke actie opzetten en dan de bewoners aanspreken op hun gedrag en op hun rijsnelheid en kijken of dat we zoiets aan de situatie kunnen veranderen. Nou, ik denk dat het een oplossing kan zijn als we een stukje terug aan die kant bij de speeltuin op de kruising, als we daar bij wijze van spreken een soort paddenstoel in de weg leggen die ervoor zorgt dat je met een minder hoge snelheid de straat in kan, dat je moet gaan remmen, dat veel kan oplossen. Ook qua geluid hoeven daar mensen niet veel last van te hebben. Je moet natuurlijk ook rekening houden met het verkeer, net zoals tractors die natuurlijk hier door de straat heen moeten met wegversmallingen. Dat kan niet te smal worden, het kan niet te gek worden. Nou, ik hoop dat we in gesprek kunnen komen met de gemeente. En dat we samen naar een oplossing kunnen komen en dat we met onze hulp en met de inzet van de gemeente tot een bepaalde oplossing kan komen. Waardoor het gewoon een permanente waarschuwing is van hey jongens, hier wordt 30 gereden. En dat we hier niet elke zaterdag of elk jaar op de 31 toe moeten gaan staan. En we hebben ook aangeboden aan de gemeente van nou luister, zorg maar dat je het faciliteert in de zin van de mensen, hoe het moet gemaakt worden. Nou, dan gaan wij wel mensen regelen die de bestrating eruit haalt die het erin leggen. Dat krijgen wij wel voor elkaar. Ik weet niet of dat natuurlijk wettelijk gezien kan en mag, maar dat zou onder auspiciën van de gemeente zou dat misschien mogelijk moeten zijn. En dan hoeven ze alleen maar een faciliterende rol te zijn. Nou, dan krijg je natuurlijk burgerparticipatie ten top. Nou, daar zijn wij voor, dat willen wij graag uitvoeren. Dus wij nodigen de gemeente van harte uit om dat met ons op te pakken. Hetzelfde. Wow, tot ziens. Wat vindt u van deze actie? Ja, die had nog veel eerder moeten zijn. Oké, u woont hier in de buurt? Ik woon hier om het hoekje. Je krijgt gewoon heel positieve reacties. Iedereen die stopt, die zegt ook van nou, er wordt inderdaad heel hard gereden hier in de straat. Ach, wel lekker. Lekker, hè? Dankjewel. Wat vindt u van deze actie? Ik vind hem heel goed. Ik zeg het al jaren, maar ja. Ik krijg mij een mooie
een mooi briefje. Er staat de snelheid op. Als je nu een klein stukje verder krijgt, die van ons een oliebol. Dat is dank voor uw tijd. Okay. En dan hopen wij dat het zich netjes aan de snelheid houdt. Nou, veel succes. Dankjewel. En toi toi. Fijne dagen. Oké, tot ziens. Ja, misschien wel. Ja, misschien is het wel een soort blik op de weg in Liemden inderdaad. Okay. Ook in Boksel werd de jaarwisseling feestelijk met oliebollen en vuurwerk gevierd. Op 1 januari was in recreatieplas De Langspier de traditionele nieuwjaarsduik. Liefst 73 deelnemers, zowel jong als oud, gingen het ijskoude water in. Wat meer aan het koude water? Nee hoor. En jij komt helemaal uit Eindhoven of hier? Ik kom. Oh, jij komt uit Boksel en jij uit Eindhoven, kom je helemaal hier naartoe? Ja, ik kom samen met hem te springen. En wat vind jij ervan? Ja, heerlijk. Mooie traditie. Lekker koud water, opnieuw beginnen. Nieuw jaar. Lekker alles schoonwassen en dan kunnen we weer gaan. Ben je klaar voor de start? Ja hoor, ik ben er klaar voor. Nou, je hebt een flinke das om, anders een dikke jas. Ja, zeker. Nou, even warm houden, hè. En wat doe je dadelijk dan? Springen en dan gaan we weer uit. Goedemorgen, 5 februari 50. En ik heb altijd gezegd, voor mijn 50ste doe ik nog een keer een nieuwjaarsduik. Een frisse duik in het begin van het jaar. Onder de douche, heerlijk. Maar zo gek ben ik niet. Oké. Okay. Twee jonge dames uit Boksel. En die gaan dadelijk het koude water in. Ja. En waarom doe je het? Dat ik het leuk vind. Heb je het al eerder gedaan? Nee. Ook niet. En wat verwacht je dan? Ga je in zwemkleding? Ja. En jij? Ik ook in zwemkleding. Het is 11:50 nu. Ik wil vragen of de mensen die niet gaan duiken, of die allemaal buiten willen gaan. We kunnen de duikers zometeen voor de deur opstellen en dan gaan we aftellen. Iets voor 12 en dan gaat het gebeuren. Verder gaan we? Ja, goedemorgen. Wij staan klaar om ervoor te zorgen dat de duikers of de hardlopers niet te ver het water in gaan en onderkoeld raken. Dus ze bij tijd weer terug zijn, want ongelukken willen we natuurlijk niet hebben hier. Oh, jongens. Hey. Zo vlug eruit. Zo vlug? Nou ja, ik wilde nog een keertje in, maar nee. Koud zat. Zo, je bent er nog lang niet gebleven. Oh, ja, was lekker toch? En we komen hier onder ons. Hey, wie wil er even douwen? Een journaal? Zeg, het is in even niet zo koud geweest. Neem jij die vogels in de beeld nog serieus? Jij bent er het langst heen gebleven. Oh, is het zo? Oh. Hoe was het? Heel koud. Met niet kopje onder? Nee, dat vond ik dan weer net te veel. Ik heb die even voordoen bijvoorbeeld. Als dat echt moet. Ja, en laten we het doen. We gaan een kopje onder. Ja, koud hè. Wat is het koud hè? Koud. Koud hè. Beren koud. Wat is het koud. Nou, dan gaan ze nou. Kopje onder. 1, 2. Ja, prima. Geweldig. Nu. Koud. Ja, blij dat je gedaan hebt toch wel. Weer uit laten dagen. Dus het hele jaar is goed begonnen. Koud, hè? Okay. Nou, veel succes dit jaar. Dankjewel.